Oké, okay, laten we meteen onderin beginnen. Ryan en links zijn omhoog gegaan richting Brick. Oh, mijn big brain. Het begint weer aan te gaan, jongens. Je bent helemaal niet zo slim. Dat klopt. Ik denk dat Puck legit is. Als hij me nou niet killt. Waarom zou hij dat anders doen? Oh, dude, double gun task. Sick, let's go. Let's go. Maar, dan was het Link en dinges waarom. Oh. Erwin heeft of een burger gebouwen. Shanna gaat naar meeting room. Erwin killt mij niet. Shanna meeting room. Erwin? Don't do it. Oké, Erwin killt mij niet. Shanna was meeting room. Shanna heeft dat volgens mij gewoon legit getasked. Dus Erwin en Shanna wil ik wel een soort van vouchen in zekere zin. Of het was een mooie bluff. Puck was ook vrij legit. Link, en met wie liep Link nou? Was dat met Ryan? Ryan. Ja, no way dat die dood is. Is hij nou gefixt? Nou, Ryan leeft nog. Nat vlees is hier. Engine, meeting, gap. Ik ga wel even naar de meeting room, ik heb dat ook een task. Oeh. Yo, wat op mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Heb Een Body Report. Oh, damn. 30 seconden geleden toen ik keek, waren Joost en Pukkel dood. En toen vond ik Binte daar in een kamertje. En we stonden met 4 man in cockpit. Dat betekent sowieso 1 iemand van de 4 mannen in cockpit is de imposter. En dan ook nog die andere persoon. Wacht even. Wie waren we al bij kok? Erwin, Ryan, ik en nog iemand. Was dat ook weer? Ik, Rudy, Ryan en wie nog meer? Erwin. En Erwin is de hele tijd bij mij geweest. Eén van ons vier is een impasta. Oké, dan fout je hier Rudy en kill ik Ryan. Okay. Wacht. Ik ben hoezo meteen? Wat? Nee! Wow, ik mis heel veel context hier. Oké. Ik zal het uitleggen. Okay. Ik was bij Medical. Ik keek, er waren 2 mensen dood. Puck en Joost. Ja. Toen dacht ik van, weet je wat? Ik sprint zo snel mogelijk naar de admin map te kijken. Toen waren we daar met z'n 4. Erwin, Rudy, ik en Ryan. Ja. En die kwam als laatste, waar ik was de body ik, vond. De body vond ik in. En dan pak ik even mijn mooie mappie erbij. De body vond ik in engine room. Dat is heel dicht bij cockpit. Dus. Maar wacht even. Ik heb wel iemand anders gezien nog, maar ik weet niet meer wie. Ik denk dat Link ook wel een safe bet is. Eén keer heb ik nat vlees gezien, dat is het. Ja, toen sprint ik naar cockpit. Ik weet niet meer wie ik gezien heb. Toen sprintte ik met mijn kontje naar cockpit. Ja, ik was als laatste pas in cockpit, maar wij zijn via Armory afgekomen, Erwin en ik. Ja. Wat ik denk, trouwens, Okke. Is dat Rudy mij probeert te sausen hier ook. Maar ja, het zou kunnen. Ik denk eigenlijk dat Ryan en Link de imposters zijn. Ik sta met een hamer op een douche te slaan. Oké, nice. Stemmen we eerst Ryan, dan Link? Hoezo ik? Hoezo? Dan zijn het Rudy en Link. Nee, Erwin, nee! Nou, ik ben het niet in ieder geval. Nee. Anders is het Okke en Link. We hebben een fout gemaakt, Erwin. Ik ben het niet, jongens. Oh. Dan is het Okke en Link. Ik denk trouwens dat het Link is, omdat Shanna een beetje oprecht was. Erwin was veelal bij mij. Tenzij hij hieronder een body heeft gehaald, zou kunnen. Onwaarschijnlijk wel. Okke zou kunnen, maar hij had een iets te sterke. Oké. Nee, we hebben geen fout gemaakt. Ik zag Shanna uit de vent komen volgens mij. Nee. Oké, dan zat ik ernaast. Shanna, met Link. Nee, ik liep naast Link, ik zag oprecht, een vent kleppen en jij kwam daaruit. Was Link dan uit de vent? Niet. Kom Link uit de vent dan? Dat geloof ik eigenlijk wel. Ik was daar niet, maar ik weet niet waar je was bent. Er wel, ik was naast jou met Link, we waren met z'n drieën. Ik wilde naar de knop toe rennen. En toen was er een vent klepper iemand eruit komen, dat was jij. Nee, ik ben oprecht daar niet. Ik ben mappen in kasten aan het downen. Nee, Shanna, oké, vote Shanna eruit. Ik ben oprecht niet. Nee, Shanna, wacht. Weer raar ik ben het doen. Oprecht niet. Wacht. Shanna, je stond naast mij. Wat nou als Okke het is met zijn powerplay hero? Ja. Nee, maar ik denk oprecht dat het Link is, nog steeds. Boom ik! Om de deductiesling. Erwin, maar Okke, wacht. Okke was net ook in cockpit. Maar die was er al toen jullie binnenkwamen lopen. Oh. Shanna, kom je uit de vent? Nee, man, ik ben het echt niet. Shanna, ik zag jou uit. Je twijfelde net of Link het was. Shanna, ik zag jou. Ik zag alleen gewoon met Link. Link, jij stond ernaast. Link, jij stond er ook. Je stond naast mij. Ik ben eerlijk met je, ik was niet aan het opletten.
Mike, zat je weer in de chat van Kenzie? Zat je in de chat van Kenzie? Ik stem op Okke omdat ik dit fucking raar vind. Okke, ik wil niet dat je zo boos kijkt. Ik kwam oprecht niet uit mijn hoofd. Ik vind het echt een kutspel. Shannon, wie stem je? Stem dat stukje kak eruit. Oh, dit is sowieso kut, Erwin. Want er is nou één stem op Shanna, één op Okke. Rudy, praat niet met die toon tegen me. Jongens, Erwin, luister naar me. Erwin, jij en ik, hè? Het is echt oprecht, was ik het niet. Het kan best dat jij iemand uit de vent zag komen, maar dat was ik niet. Ik heb geen idee, Erwin. Ik heb geen idee. Ja. Rudy, op wie stemmen we? Stem Shanna eruit, stem op Link. Anders mag je mij op de brandstapel gooien. Stem op Link, Link. Nee! Jongens. Dat is niet meer. Oh, God. Maar je zei net dat het Link kon zijn. Waarom lach je? What the fuck? Erwin, ik ga jou gewoon vertrouwen. Het maakt me niet uit. Ik wil gewoon dat Link het is en ik wil hem eruit stemmen. Gewoon omdat ik geen zin heb om verder na te denken. Want de deductie... Oké, never mind. Fuck do it. Daar gaan we weer. Okay. Do it. Okay. Do it. Welkom bij de tweede ronde van... Oké, maar de deur ging voor me dicht. Ik heb de nummertjes ingevoerd daarboven. Oké, Rudy, dan begin je echt... Stoppen. Erwin, ik ben heel betrouwbaar. Ik ben crewmate, ik zweer. Ik ben geen bedrieger, Erwin. Vertrouw me, weet je nog? Die ene keer toen we samen geen bedrieger waren. Jongens, jullie hoeven alleen maar de chat te zien. Ik zeg... Jullie hoeven alleen maar de chat te zien. Ik zeg verder niks meer. Shanna, waarom zou je venten? Ik was het niet! Ik kwam oprecht niet uit een vent. Ik wil eigenlijk Ryan nog even horen van Ryan. Het kan best dat ook iemand uit een vent zag komen. Maar dat was ik niet. Wil je wel even horen? Maar ik heb ook geen info, want ik heb geen bodies gevonden en ik kom eigenlijk alleen maar links steeds tegen. Het is nu twee kanten elkaar butten. Ik stress hem hier. Ik heb het antwoord, Okke. Okay. In de chat. Oh! Het was een double kill. Oh mijn god. Ik heb het door. Maar nu heb ik honger. Oké, maar... Ik moet de hele tijd zo'n dubbele hamburger maken. Ik zin er niet. Oké, maar hoe gaan we hier uitkomen? Want... Ja, mijn info was eigenlijk op basis van de eerste ronde. Ik heb Erwin heel veel gezien en ik heb op camps gezeten. Shanna heb ik in meeting room gezien voor een bepaalde lange tijd. Die is toch volgens mij dat alles gedaan. Ze beschrijft haar taken op zich best ook wel goed. Ook had zijn hele theorie met zijn medical cockpit. Dus ik neigde meer om Okke te vertrouwen dan Henry Land. Piemelstaart. Dan blijft eigenlijk... probeert echt wel mij heel hard te sussen. Ja, het zou wel heel impressive zijn als de powerplay is. Kwam. Daarom probeer ik te sussen, anders heb ik het nooit gedaan. Oh, ja. Nee, het is niet persoonlijk, Shanna. Ik vind je verder heel aardig, hoor. Maar echt, ik had dit gewoon kan echt niet. Maar ja, wie dan dus overbleven waren Ryan, Link en... Ik stem gewoon op Okke, maar dat is puur uit wraak. Nog 10 seconden. Come on, stem Shanna. Oké, ik stem op Shanna. Wauw, oké. Do it. Oh my god. Wie heeft niet gestemd? Wat is dat? Wie heeft gestemd? Fuck jou, Rudy en Shanna imposters. Oh! Erwin, did you Let's go, Shanna. Let's go, Shanna. Let's go. Oh my god. Het was Link. Het was Link, I told you. Ik zat er in ieder geval niet naast. Laten we het proberen. Hij zit ook niet in de call ook, dus... Nee, ik ben crewmate. Ik had het helemaal goed, joh. Of niet, Henry Land. Wabam. I had it all figured out. Tu. Laat ik dat maar even gaan fixen, joh. Ik ga nu mijn... Ik ben zo mooi dat ik gewoon wegloop. Jongens, hard praten. Jongens, hard praten. Ik zat op het gedeelte waar ik heel veel propellers hoor. Oké. Wacht even. Ik zag Ryan. Jezus, gast. Mijn god. Okay, zo hard. Ik zag Ryan in cockpit. Cockpit, nice. Got him. Heeft hij een grote cockpit? Of? Ja, niet. Ik vind het altijd nog fijn als op mijn cockpit. Oké, Puk. Dus ik zag... Maar verder, ja, ik weet niet. Weet je, ik zag niemand. Maar volgens mij zit dat een vent. Erwin, christelijk. Ik kan je één ding vertellen. Ik had een van die gap room gefixt. En de code was 00000. Net zo. Als mijn pincode. Shanna, kan je dat confirmen? Net als links pincode. Wacht, wie stond er bij mij Link bij die plan? Heel veel donaties. Voor mijn neus. Thanks voor de 5 euro. Thanks voor 50 euro. Wie stond er bij mij bij die pad van die 0000? Want ik stond boven. Of liever aan de linkerkant stond ik.
Ik stond boven. Oh ja, nee, Erwin stond boven mij. Oké. Hoe weet je dat ik een pet op heb? Heeft iemand vitals gecheckt? Een vleespet. Nu ben ik dus weer fucking nat. Heeft iemand vitals gecheckt? Weet iemand hoe oud de body is? Ik stem op mezelf. Ja, hij is sowieso niet lang. Want ik zag Ryan, want ik had ik moest alleen die gunding doen. Toen zag ik Ryan naar cockpit lopen. En ik was best wel snel klaar met die gunding, dus. Ik was in records. Jezus, mama stem. Met de gunding? Met oortjes. Ik heb op Puk gestemd. Zeg een chips erbij, wijntje erbij, lekker. Oh, wauw. Erwin heeft ook op Puk gestemd, dus een opmerking. Oh, dit is gevaarlijk. Oh, nee. Ik ga waarschijnlijk gevaarlijk. Impostor, stem op Puk. Waarschijnlijk ga ik eruit. Impostor, stem op Puk, free kill. Doei, Puk. Oh, wauw. What the fuck? Nee, joh. Ik heb geskipt, just saying. Ik heb geskipt. Ik heb ook geskipt. Oké, Bintje en ik hebben geskipt. Bintje en ik hebben geskipt, just saying. Ja. Daar kwam goed mee weg. Goed, wie willen we nu dood hebben? Erwin natuurlijk. Ik ga eerst even een download doen. 4, 5, 6, 7, 8, let's go chat. 9, 10, oh, dat is veel te lang. Ik ga nu even heel crew mee doen. Oké, ik heb lights gefixt, ik heb een download gedaan en ik doe nu mijn upload. Hier is een event. Ik hoor mensen lopen, dat vind ik super naar. Oh, hey Joost, daar heb ik geluk mee. Jezus, tering, man. Bro. Bro. Oh, ja, dat is Joost X Rudy.